In 2020 introduceerde Cupra zijn tweede eigen model, de Leon. Ik zeg eigen, en dat was natuurlijk niet helemaal een eigen model. Hij was eigenlijk gewoon van Seat. Maar Cupra gooide er zijn eigen pittige saus overheen. En zie daar de Cupra Leon. Nu is er wat aan de hand met de Leon. Hij staat hier achter mij en hij lijkt helemaal niet meer op een Seat. Hij heeft een flinke facelift gekregen, waardoor het nu gewoon op een geheel eigen model van Cupra lijkt. Met een eigen snoet, een eigen achterkant. Het interieur is ook vernieuwd en er zijn nieuwe motoren. Hybride aandrijflijnen met een stekker, waardoor je nu 125 km elektrisch kunt rijden. Sinds de komst van de Leon heeft Cupra twee eigen nieuwe modellen geïntroduceerd. Dat zijn natuurlijk de Born en de Formentor. En daardoor bleef de Leon eigenlijk een beetje achter. Dat was eigenlijk nog het enige echte Seat model. Daar komt nu dus verandering in. Dankzij de facelift die deze auto ontvangen heeft. Laten we meteen aan de voorkant beginnen. Zoals je ziet lijkt hij helemaal niet meer op de Leon. Je krijgt nieuwe koplampen, een nieuwe bumper, nieuwe grill. Eerst even kort die koplampen. Ze zijn wat puntiger geworden. Je krijgt nu een aantal van die driehoekige LED elementjes erin. Die kennen we ook al van de Tavascan. Dat is het compleet nieuwe model van Cupra. Het derde eigen model. En dat was het eerste model met deze drie LED elementen. En die ga je voortaan op alle modellen zien. Ook op de vernieuwde Cupra Born en de vernieuwde Formentor. Beide modellen zijn ook gefacelift. En die hebben nu ook deze koplampen. Voor de rest nieuw bumperwerk. Met onder andere een gigantische grill. Waardoor er heel veel lucht naar binnen kan gaan. Richting de motor. Cupra logo zit voortaan hier. Boven de bumper. En je krijgt een soort van shark nose. Kortom, de neus die helpt een beetje naar voren met een grote richel hier. Die me eigenlijk een beetje doet denken aan een oudere generatie Ford Focus ST. Aan de zijkant krijg je nieuwe wielen. Koperkleurig in dit geval. Koper is een beetje de kleur van Cupra. En je kunt eventueel tegen meer prijs Brembo remmerij krijgen. Als je echt van plan bent om een beetje sportief te gaan rijden. Er zijn twee varianten van de Cupra Leon. Je hebt de hatchback, de kleine versie, en deze grote versie, de Sportstourer, ofwel de stationwagen variant. Je hebt behoorlijk wat bagageruimte in deze versie, uiteraard wat meer dan in de hatchback. Er past achterin zo'n 470 liter, behoorlijk riant dus. Er kunnen heel wat koffers en tassen achterin deze auto en al je dagelijkse boodschappen. Hier binnenin is er ook behoorlijk wat nieuws te melden. Het grootste nieuws is dit scherm hier in het midden. Dat we al kennen van een hele hoop andere modellen van de Volkswagen groep. Waar ook Cupra toe behoort. Dit grote scherm kennen we ook van de nieuwe Golf, de nieuwe Superb van Skoda, de Enyaq, de Passat, Tiguan, etc. Hij is bijna 13 inch groot. Een behoorlijk groot scherm en de software is ook nieuw. En er is meer rekenkracht. Volgens Cupra is de processor twee keer zo snel in dit model in vergelijking met het uitgaande model. En je merkt inderdaad dat je erg vlot door de minuutjes heen gaat. Er is ook nieuwe software, waardoor je door minder minuutjes heen moet gaan om bij een aantal functies uit te komen. Je krijgt nog wel steeds de sliders aan de onderkant, die nog steeds niet per se ideaal zijn om te bedienen. En zeker tijdens het rijden zijn ze gewoon niet precies genoeg, waardoor je nooit echt de temperatuur op de exacte temperatuur kunt zetten dat je eigenlijk wilt. Maar de sliders zijn voortaan wel verlicht, zodat je ook in het donker nu kunt zien wat je precies aan het doen bent daar. Voor de rest, wat is er nog meer nieuw? De middenconsole, hij is wat anders ingedeeld en je hebt wat nieuwe materialen. Dat geldt niet alleen voor de middenconsole, maar je krijgt eigenlijk overal nieuwe materialen. De materialen zijn wat hoogwaardiger, het voelt allemaal wat beter aan, het ziet er allemaal net wat luxer en chiquer uit. Je krijgt wat koperkleurige stiksels hier op het dashboard. Die stiksels krijg je ook in de stoelen. Er zijn nieuwe stoelen, onder andere deze sportstoelen die je echt goed op je plek houden. Terwijl ze tegelijkertijd nog wel best wel comfortabel zijn. Het stuurwiel is niet veranderd. Dit is nog steeds het traditionele Cupra stuur, zou ik haast zeggen. Met de twee ronde satellietknoppen. De startknop zit aan de rechterkant en aan de linkerkant zie je het Cupra logo. En als je die indrukt, zit je meteen in de Cupra stand. Dat is natuurlijk de sportstand. Panoramadak kun je ook krijgen. Is niet standaard. Evenals de Sennheiser boxen die je kunt krijgen. Deze auto is voorzien van een stuk of 11 of 12 boxen rondom van Sennheiser. Klinkt erg goed, maar is wel een optie. Dan de aandrijflijnen. Er zijn twee aandrijflijnen leverbaar voor deze vernieuwde versie. Beide plug-in hybride aandrijflijnen. Kortom, met een stekker.
Daarnaast zijn er ook nog andere aandrijflijnen leverbaar, maar die komen niet naar Nederland. Onder andere een 150 pk sterke mild hybrid. Ja, die gaan we misschien niet echt missen, maar er komt ook nog een hele potente versie met 300 pk of 333 pk in deze sportstourer. Dat is de aandrijflijn van de Volkswagen Golf R, maar die komt dus helaas ook niet naar Nederland. Die zou veel te duur worden in ons land. Is wel begrijpbaar dat die niet komt. Wel jammer. Al moet ik zeggen, ik heb die extra dikke versie wel even mogen rijden net in de sportstourer. En hij klinkt heel fijn. Hij is behoorlijk rap. Van 0 naar 100 in onder de 5 seconden. Maar hij voelt niet veel sneller aan dan de plug-in hybrid die ik nu rijd. De plug-in hybrid beschikt namelijk standaard over 204 pk. Maar je kunt ook een versie krijgen met 272 pk. Dat is de versie die ik vandaag rijd. In beide gevallen krijgen we een 1.5 TSI benzinemotor onder de motorkap. Maar in de ene versie krijgen we een elektromotor die wat meer produceert dan in de andere versie. Waardoor je of 204 pk hebt of 272 pk. Met de minst krachtige versie met 204 pk ga je van 0 naar 100 in 7,5 seconden. En met deze 272 pk sterke versie doe je dat in 7,1 seconden. Is wel wat minder rap dus dan die 333 pk sterke versie. Maar de tussensprintjes gaat in deze versie bijna net zo snel. Omdat je de elektromotor hebt die direct verkrijgbaar koppel produceert, kun je gewoon heel snel accelereren. De auto hoeft niet echt terug te schakelen als je het gaspedaal indrukt. Waardoor deze versie alsnog hartstikke snel aanvoelt. Ook niet zo gek natuurlijk met minimaal 204 pk of 272 pk. Het grote voordeel van deze plug-in hybrid is het feit dat hij een behoorlijk grote accu heeft. Het uitgaande model was ook leverbaar als plug-in hybrid. Maar dan had je een accupakket met zo'n 12 kWh inhoud. Maar nu heb je bijna 20 kWh capaciteit, waardoor de actieradius bijna twee keer zo groot is geworden. En nu kun je tot maximaal 125 km rijden op een volle accu. Ik ben vanochtend weggereden met de auto met een volle accu, of een bijna volle accu. En hij gaf 94 km aan. En dat betekent weer dat je bijna al je dagelijkse ritsen elektrisch kan afleggen in Nederland. De gemiddelde Nederlander legt zo'n 30 tot 40 km af per dag. Dus dat ga je makkelijk redden, tenzij je echt heel veel op de weg zit. Maar dan kun je in ieder geval je eerste 100 km elektrisch afleggen. En dat scheelt toch. Zeker als de benzineprijzen een beetje omhoog gaan, is dat natuurlijk fijn om te hebben. Bovendien kan deze plug-in hybrid snel laden. En dat is best wel uniek voor een plug-in hybrid. Die kunnen normaal gesproken alleen maar AC laden. Dus thuis of bij een openbare laadpaal. Maar deze kan dus ook snel laden. DC snel laden tot maximaal 50 kW. En dan heb je ongeveer een half uurtje nodig om tot 80% te laden. Ga je dat iedere dag doen? Nou, waarschijnlijk niet. Als je in Nederland rijdt en je moet nog 10, 20 of 50 kilometer rijden, maar je hebt geen stroom meer, ja, dan ga je natuurlijk gewoon verder rijden op benzine. Daar is die benzinemotor eenmaal voor. Maar als je af en toe een pauze moet nemen en je komt bijvoorbeeld bij de McDonald's of een bouwmarkt, daar staat tegenwoordig bijna altijd een snellader. Vaak ook maar tot 50 kilowatt of iets in die richting. Dan kun je hem eventjes een kwartiertje inpluggen of een half uurtje. Eet je even een hamburgertje en dan heb je de accu weer vol. Kan best wel handig zijn af en toe. En verder komt de Leon standaard in Nederland met een adaptief onderstel die je kunt instellen naar extra comfortabel of extra sportief. Dat hebben we vandaag ook even geprobeerd. Niet hier. We rijden nu in downtown Barcelona in de spits. We staan een beetje vast, maar we hebben vandaag rondom Barcelona mogen rijden. En dan merk je echt wel het verschil tussen comfort en sport. In de sportstand merk je gewoon dat de dempers net wat stijver zijn. Dat het hele onderstel eigenlijk een beetje strak begint te staan. De besturing wordt wat zwaarder, waardoor je gewoon even net wat sportiever kan sturen. Een extreem sportieve auto is de Cupra Leon niet. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor de Formentor. Maar er zit echt wel een scherp randje aan de auto, waardoor je echt best wel wat plezier kunt beleven met deze Cupra Leon. En ik denk dat deze auto toch wel interessant is om twee redenen. De eerste reden is toch wel de aandrijflijn met zijn flinke elektrische actieradius. Maar deze aandrijflijn kun je dus ook krijgen in een hele hoop andere modellen van de Volkswagen groep. Maar de voornaamste reden is toch wel het uiterlijk van deze auto. En dat is eigenlijk wel grappig, want deze auto stond juist bekend als een vrij onoriginele keuze, omdat het simpelweg gewoon een Seat was. Een Seat Leon met een sportieve bumperkit, zou je kunnen zeggen. Maar nu lijkt hij op niks anders. Hij lijkt niet meer op een Seat. Hij lijkt nog wel een beetje op de Formentor en op de Tafascan. Maar voor de rest is het gewoon een hele originele auto. Ook geen SUV, dat is ook wel eens verfrissend. En persoonlijk vind ik het een erg leuke auto om naar te kijken. Maar ik ben ook erg benieuwd wat jij vindt van de vernieuwde Cupra Leon. Laat me even weten in de comments. Vind je het een toffe auto om naar te kijken? Of vind je het eigenlijk gewoon nog steeds een Seat?
Dan eindigen we deze video met de prijzen. Hij begint vanaf net geen 43.000 euro. Dan krijg je de hatchback versie met de plug-in hybride aandrijflijn met 204 pk en 125 km actie radius. En voor deze sportstoeren ben je minimaal net geen 44.000 euro kwijt. Vond je deze video leuk? Geef hem dan vooral een duimpje. En wil je meer van dit soort video's zien? Vergeet dan ook vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik je graag bij een volgende video.